begin, maar ook nog steeds nu, dat er veel respect is gekomen voor mensen die in deze sector werken. Hè? In de ouderenzorg, in de ziekenhuiszorg, maar ook in de verstandige gehandicaptenzorg. Er is echt een nieuwe vergrootglas komen te liggen op ons werk. En er is ook een waardering gekomen vanuit de maatschappij, vind ik, naar wat we doen. Het is bijzonder om te merken dat mensen zeggen, ja, het is echt ingewikkeld en ik kan mijn werk niet doen zoals ik gewend ben. Maar voor mij als nieuweling binnen Cello heb ik me op heel veel plekken heel welkom gevoeld, ondanks corona. Wat ik dus ook een hele mooie ontwikkeling vind, is dat er juist zoveel op communicatiegebied ontwikkeld is nu. In stroombesnelling door de omstandigheden, waarbij je dus ook daardoor wel je betrokkenheid hebt bij de organisatie. Iedere week een nieuwsbrief, iedere week even voor de medewerkers, voor leidinggevenden, even een update rondom de cliënten. En wat we vanuit het opleidingscentrum ook wel hebben gedaan, is dat we de coronatelefoon ook bemand hebben met een aantal collega's. Dat heb ik tijdens de eerste golf veel gedaan. Dat is wel echt heel bijzonder. Omdat je dan alle verschillende verhalen hoort, alle worstelingen die er zijn. Toen hier een collega jarig was, hadden we een vergadering online. En toen hebben we van tevoren gezorgd dat we allemaal een leuk gek hoedje op hadden. Of een slinger of een ballon vast hadden. Ja, normaal gesproken zou je de werkplek versieren. Ja, dat zat er nu natuurlijk niet in. Dus dan verzin je maar andere manieren die eigenlijk toch ook wel heel leuk blijken te zijn. Ik vind de sociale contacten die je nu hebt, die gaan ook echt een laagje dieper, omdat je wat meer tijd hebt. Bijvoorbeeld heel veel meer wandelen ga ik nu merken, gewoon één op één. Of spelletjes doen we nou heel veel in kleine groepsverband dan op anderhalve meter. Dus daar zijn wel mooie dingen, vind ik. En niet iedereen heel met zijn mobiel in zijn hand, maar dan ook gewoon echt gezelschapsspelletjes hebben gedaan. En dat is wel echt ook heel leuk. Nou, als allereerst naar de kapper. Dus ik kijk er wel erg naar uit om met grote groepen mensen weer lol te hebben. Met vrienden samen gewoon om een potje risk of een potje met zijn eigen niet. Gewoon heerlijk, kan ik van genieten. En op reis gaan. Oh, ja. Als het weer mooi weer wordt en het kan alle tuinfeest vieren om alle verjaardagen tegelijk mee te pakken. Ik zou naar het terras gaan en een biertje drinken. Dan zou ik gelijk een beestje bouwen met de anderen van de groep. Ik zeg allemaal. Alle collega's knuffelen, denk ik.